Zo, hoeveelste keer is het, meneer Borsato, dat u hier staat? Nou ja, voor mij eigenlijk nog maar relatief kort. Dit is mijn vierde keer. Dus, maar ja, dit is zoiets unieks. Dat, en zeker bij zo'n jubileumeditie wil je natuurlijk eigenlijk niet ontbreken. Dus, en het mooie van deze avonden zijn dat alle muziekstromen, hè, dance, urban, pop, rock, volksmuziek, Nederlandstalig, alles is door elkaar. En uit andere genres de beste en de meest populaire artiesten. En ja, doen samenwerkingsverbanden die je nergens anders ziet. Ik mag vandaag met Dreetje wat leuks doen en met een paar andere vrienden. Ja, dat is gewoon te gek. En met Dreetje ga je Smartlap zingen? Nee, met Dreetje zingen we Vrienden. We hebben zo'n clubje met elkaar met Nick en Simon en Roel en Jeroen van Koningsbrugge en Diggy Dex. Gewoon allemaal leuke mensen bij elkaar. En dan, dan gaan we als af en toe een hapje eten, een borreltje drinken. Nou, en jullie zijn echt vrienden, jullie zijn niet alleen vrienden bij dit evenement. Vrienden van Amstel bij Vrienden en ja, we zijn nu gewoon 2 weken met elkaar. En dat is het mooiste cadeau wat er kan zijn, want het gaat altijd over muziek. Als je hier als publiek bij bent, ja, dan snap je wat dit is. Het kan op geen enkele andere plek in de wereld, kan het in zo'n samenstelling. Top hoor. Zijn er nou nog artiesten die jij heel graag eens zou willen uitnodigen voor vanavond, met wie jij nog graag eens op zou willen treden? Oh, er zijn er heel veel. Maar het grappige is, ik heb natuurlijk ook al best wel wat samenwerkingsverbanden gehad in de afgelopen jaren. Dus, Dreetje stond op mijn lijst en die kunnen we nu ook afvinden vanavond.